allemaal, ik heb weer een nieuwe video voor jullie en vandaag ga ik een DIY doen. Voor het eerst in mijn leven volgens mij. Ik ga van deze high-waisted broek ga ik een short maken en dat ga ik vandaag aan jullie laten zien. Dit is best wel een goedkope manier om high-waisted shorts te maken, want ik heb deze broek namelijk bij de kringloopwinkel gehaald voor 7 euro. En ja, dat is dus best wel leuk. Als jullie benieuwd zijn, nou, kijk dan lekker verder en veel plezier met kijken. Oké, wat heb je nodig? Als eerste een broek, een schaar en een pen. Ga als eerste voor de spiegel staan en kijk op welke lengte je je broekje wil. Maak hem ietsje langer dan je denkt, want je moet hem later ook nog oprollen. En sowieso, als je hem te kort maakt en het gaat fout, dan kan je dus ja, er niks meer aan doen en dat zou zonde zijn. Dan gaan we hem uitknippen. Ik knip hem nog net ietsje langer dan waar ik de streepjes heb gezet, want zo is het gewoon veilig en dan weet je zeker dat het niet te kort wordt. Dan gooi ik de korte pijp over de lange pijp, want zo kan je hem zeg maar precies recht knippen en dan zijn beide kanten gelijk. Dan trek je het broekje aan en dan ga je langzaam de pijpen oprollen en dan rol je het gewoon op tot de lengte die jij wilt. En dan kan je het nog vastnaaien, dat heb ik mijn moeder laten doen en niet gefilmd, maar dat is wel zo handig. En huppato, daar heb je je high-waisted broekje. Woehee! Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan op mij. En wil je nog een video zien, dan kan je hiernaast op het beeldscherm klikken. En als het niet lukt, dan staan de linkjes altijd in de beschrijving. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En doe de duimpjes omhoog. En tot de volgende keer.